De VN-organisatie UNICEF zegt graag een partner te willen zijn in het traject van het maken van een goed jeugdbeleid. UNICEF-kinderbeschermingsfunctionaris Sandia Suku zegt dat er binnen het beleid projecten moeten worden uitgevoerd die aan de jeugd ruimte geven voor de eigen ontwikkeling. Het zijn projecten die wij ondersteunen van de overheid. UNICEF is een partner samen met de overheid om oplossingen te brengen in problemen. En we kijken eigenlijk gezamenlijk daarna. Dus dit is het eerste project eigenlijk die uitgevoerd is in Kommerwijnen met de minibeurs. Ik hoop dat hiermee de jongeren zoveel als mogelijk informatie hebben kunnen vergaren. Die zij kunnen op de juiste manier kunnen gebruiken. En ja, je hebt de dependance van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. En in samenwerking met hun kunnen we dan verder kijken van wat de behoefte is eigenlijk. Want elk district heeft zijn eigen behoeften. Door in nauw contact te staan met het ministerie van AWJ, meende kinderbeschermingsfunctionaris de nodige hulp te bieden vanuit de UNICEF om dit doel te bereiken. Het is zaak dat de ontwikkeling van jongeren niet stagneert, aldus Suku.